De top der toppen. En hier voor de stille willen. Sleepwagen dus opnieuw een stuk. Alleen, we gaan nu eventjes kijken of dat met dit profiel rondgedraaid kan worden. Oftewel, dames en heren, Jos Konijn op de bok van Beth Roberts. Voor de Farmel 65, wat een juweel van de machine. Krijgt hij het zaakje op druk? Dat is alleen. De 65, dus eigenlijk de voorganger van de 706. Nou, dat klinkt niet helemaal goed. Nu wel weg. Nee. Deze geregeld, dan gaan we kijken naar Flying Wheels. Een naam die eraan gelinkt is dat ooit een keer het voorwiel hoger ging dan de hele sleepwagen. Want er zat het voorwiel ook niet meer aan de trekker vast. Goed, schat. De 54-88, de man met stalen zenuwen, Johan van Schoonhoven, op de bok van International van Verkesteren. Komt hier dan de eerste voetbal? Genieten, maar daarmee hebben we die laatste anderhalve meter er natuurlijk net niet bij. En wat opvalt is dat hier natuurlijk de koppelkillers dan toch een behoorlijke afstand van huis rijden. Want ik was niet de rigoureuze 17, maar dat is wel uitgereiken die voorzien. Je weet niks van wel. Graag een showvol hier op de baan. Showvol op de baan voor mannen van Jan Heijn. We kijken wij naar de vriend. Peter van Schaik, daar trekken voor het team IJsselstein. Met de druk van de zet, superschot, top, wegrijden, voor de eerste aan de zijkant, de 3,6 ton superschot. Waar wij met de luchtkoel Duits, met Gert Napten in ieder geval gaan proberen. RX 150, één volvol staat er op de startlijsten. Komt hier dan volvol nummer 2. Denk ik Richard die gaat rijden. En hier met Frank nog eventjes aan de zijkant van de baan nog wat contact heeft. Oftewel zult u zeggen, hoe gaat dat dan? Nou, je hebt hier een microfoontje en de man op de trekker heeft hier de helm een oortje. Zodat hij kan luisteren. Maar de overkant denk ik, wacht even. Liever niet met zo'n logo. Gaan wij eens eventjes kijken jongens of dat hier op hun thuiswedstrijd
die lat zo hoog. Of dat hier allemaal omgezet kan worden in de meters. Een juweel voor het oog. Heeft zijn eigen meermaals bewezen. Maar een thuiswedstrijd heeft altijd een extra dimensie. Of van 2 jaar terug, maar dat heb ik niet meer helemaal scherp in beeld. Volgens mij was dat deze Freik afkomstig uit de glint van Gemoeders van Maurik. De Inter 1066. Ah, hoog weg hoor. Moet nog een remcorrectie uitvoeren. Staat er hier alleen met een emmertje water klaar? Zo erg is het toch niet, jongens, of wel? Ik niet, waarschijnlijk wel. Ja, waarschijnlijk, maar... Staat hij zo scherp? Vorige wedstrijd stond hij ook in de fik, Broekland. Oké, dus het emmertje water hebben we voor de zekerheid vast klaar. Trappen tot die brand, is het de vies. En dat komt er gewoon net niet uit. Ik heb het nog niet vaak meegemaakt dat als ik bij iemand in de schuur een sleutel was, dat ik er bijna uitgeblazen werd. Bij Arnold red je dat. Dan gaat de muziek zo hard dat je gillend naar buiten vliegt. Juist. Maar gezellig was het wel. Stoppen! Wel het idee hebt dat dit de eerste trekker van 4,5 ton sport zou kunnen zijn. Gisteravond, of gisteren de hele dag trouwens, Johan zijn wederhelft jarig. Die hebben er gewoon een weekendje weg van gemaakt. Die slapen hier in de buurt. En dat vind ik een super iets als het zo kan, jongens. Geweldig. Oftewel, uit Achterkerken, dames en heren. Namens autobedrijf Dekker, Johan de Visser, de Red Bunny. Here we go!